Ik zit nu in een koffer met heel veel spullen. Ik ook. Oké. Okay. Is dit level 2? Dat weet ik niet. Even kijken, als ik bij options kijk nu, dan kan ik dat niet zien. Ik kan terug naar main menu. Return to basement, kan ik ook klikken. Zie jij dat ook? Ja. Ik ga kijken wat er gebeurt als ik daarop klik. Oké. Ja, dan kom ik weer hier. Hmm. En dan kan ik in die koffer klikken, dan gaan we verder. Oké. Ik heb hier weer een slot. Er is weer een nieuwe viercijferige code die hier op moet. De eerste lijkt een Polaroid foto. Zie jij ook een viercijfercode slot? Wacht even, ik zit in een schermpje. Ja, Polaroid foto 8 plus sleutel. Ja. Dus okay. Het zijn de uitkomsten van de verschillende mini puzzeltjes die hierin zitten, denk ik. Ik zie hier een oude NES. Ja, ik ook. Oké, als ik op power druk, dan gaat hij aan. Oh, dan krijg je een achievement. Ja. Press any key to start. Ik heb het ook gedaan. Ik ook. Nu begint... Wat een goede muziek. Oh! Het is Sokoban. Ik zie je. Ja, dit is Sokoban. Dit is goede teamwork. Sokoban. Level cleared. Klik, gaat hij verder. Wacht. Ja, ik zie het. Ja. Sokoban. Volgende level. Oh, dit gaat goed. Dit gaat goed. Even kijken. Ik druk hem eerst naar boven. Wacht. Nee, ik doe niks. Ik wacht tot het... Ik zie het. Ja. Lekker. Hoeveel levels moeten we spelen? Weet ik niet. Ik denk niet dat het... Ik denk dat het gewoon lol is. Even kijken... Ik moet een rondje. En die twee moeten naar achter. Welke moet een rondje? Ik denk dat... Oh, dat kan niet. Reset. Hey. Oh. Ik druk de reset. Ander rondje. Ik bedoel... Die moet er omheen. Wacht. Ja, dan moet eerst deze weg. Deze dat moet... kan ook niet. Jawel, jij moet eerst die onderste naar rechts duwen. Naar rechts, rechts. Dan loop jij terug. Dan druk ik die naar beneden. Die hierin. Ah. Dan druk jij die helemaal naar links. Naar beneden. Dan loop jij weer omhoog. Zo. Komt er nog een level achteraan? Ja. Kijk. Jij moet omheen. En dan moet je die kist 1 naar beneden duwen. Wie? Ja, 1 naar beneden. Dan ga je weer terug. Dan duw je die kist. Even kijken. Wat? Nee. Als je die helemaal de hoek indrukt. Dan kan die onder jou niet meer. Jawel. Doe maar. Oh ja, dan kan je hier nog tussen. Ja, dan kan je nog helemaal tussen. De hoek in. Dan ga je terug. Dan loop ik deze. Dan moet je even wachten. Die. Jij eerst. Ja. Ja. Kijk, Sokoban. Dit waren vroeger onze games, dames en heren. Nu gaat er iets gebeuren. Zie mijn haar goed zitten dan. Sowieso. Good game, detectives. See you in Anagram Asylum. 8. And all numbers plus 1. Oké, dus 9.
8. All numbers plus 1. Ik schrijf mee. 8 is dus bij de vierpunts druktoets. Zoals dat heette in het NES-boekje. Ik heb onder dat ding, onder die NES, heb ik een mapje liggen met foto's. Ik ook. Police records. Ik moet die foto's in een bepaalde volgorde zetten. Oh, ik heb police reports met beschrijvingen. Ja. En er staat 3, 6, 7, 1, 4, 2, 5. Match or no match. En dan heb ik ook de derde foto is het antwoord, is het nummer zeg maar wat je in moet vullen. Oké. Maar goed, wat zie jij op de eerste foto? Bij mij liggen ze niet in een volgorde. Nee, maakt niet uit. Maar beschrijf wat jij ziet. Oké, ik heb een foto hier. Ja. Dat is een man met een koffertje in zijn linkerhand die een houten deur inloopt. Jonas Shop, coat en hat. Geen hoed. Flight of stairs, briefcase. Ik heb hier, a witness reported seeing a male suspect running up a flight of stairs. The suspect was described as wearing a hat carrying a briefcase. Nee, ik heb jouw volledige omschrijving, alleen draagt hij niet een briefcase, maar een paraplu. Oh, wacht. A witness reported seeing a male suspect exiting an electronic shop wearing a coat, a hat and carrying an umbrella. Ja, en bij mij is wat jij nu omschrijft, klopt volgens mij ook, alleen niet exiting, maar gaat hij naar binnen? Hij loopt naar binnen. Daar lijkt het op. Hij staat tegen de deur, zeg maar. Sitting, exiting, run up a flight of stairs. Standing by a trash can. Entering a church, female, dat is een man. Ja, dus er zit in elke foto een fout, lijkt het. Running away from a police officer. Ja, dat zie ik wel. Oké. Maar ik heb. Nou, maar dit heeft geen umbrella. Nee, dat klopt. Deze ook niet. Ik heb hier. A witness reported seeing a male suspect running away from a police officer. The suspect was described as wearing a coat, a hat and carrying a briefcase. Ja, die klopt. Oké, dat is 5. Oké. Eerste foto is dus 5. Ja. Maar we moeten de derde foto hebben. Ja, maar misschien moeten we alleen die zoeken. Ik heb nog meer foto's. Als jij nou gewoon de foto's omschrijft die je nog meer hebt. Ik heb female suspect entering a church wearing a coat carrying an umbrella. Nee, dat klopt niet. Oké. Dan heb ik een male suspect standing by a trash can with an umbrella wearing a hat smoking a cigarette. Dat klopt ook niet. Dan heb ik male suspect running up a flight of stairs. Ja, die heb je al gezegd. Wearing a hat, carrying a briefcase. Nee, ja. Die heb je al gezegd. En exiting electronic shop heb ik ook al gezegd. Ja. Coat, hat, umbrella. En a male suspect sitting on a bench in a park, wearing a coat, a hat and smoking a cigarette. Ja, die klopt. Dat is 6. Oké. En ik heb nog een foto. Ja. Van een man met een. Ja, paraplu, een hoed en hij loopt langs een winkel die heet Booty. Booty. En een man met een rugzak loopt van hem weg. Er staat hier, a male suspect walking quickly on the street. The suspect was described as wearing a coat, a hat and carrying an umbrella. Ja. Dat is 3. Maar walking quickly zeg jij, dat kan ik hier niet uithalen. Oké. Hij loopt hier gewoon. Wat heb je nog meer? Die electronic shop. Exiting electronic shop. Wearing a coat, a hat and carrying an umbrella. Ja, dat zou kunnen. Dat hij naar buiten komt dan. 7. Maar ik kan 4 foto's ook in dit boek plakken. Wat was die entering a church? Entering a church. Suspect was described as wearing a coat and carrying an umbrella. Is een vrouw. Nou, maar bij mij draagt hij een suitcase. En is het geen vrouw als je hij zegt? Ja, dat kan ik niet zien. Hij is in de schaduw. Hij heeft geen suitcase. En bij die prullenbak?
male suspect standing by a trash can with an umbrella, wearing a hat and smoking a cigarette. Ik zie wel iemand bij een prullenbak, maar die heeft geen hoed en die heeft geen umbrella. Dus er kloppen dingen niet. Maar bij jou is er een volgorde? In het police reportend boek begint de volgorde bij 3. En dat is door elkaar heen. Dus het is 3, 6, 7, 1, 4, 2, 5. Maar als je bij 1 begint, wat zie je dan als eerst? Dan moet ik naar 1. Als er gewoon 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nee, dat heb ik niet. Ik klik te snel. 1 is running up a flight of stairs, hat, briefcase. En een man. Ja. Yeah. En er is politie naartoe gegaan. 2 is female suspect entering a church, code umbrella. 3 is male suspect walking quickly on the street, code hat, umbrella. Witness believes the suspect may be known unknown criminal. Ik laat ook een boer. 4 is a male suspect standing by a trash can with an umbrella, wearing a hat, smoking a cigarette. 5 is male suspect running away, wearing a coat hat, carrying a briefcase. 6 is sitting on a bench in a park, wearing a coat and a hat. 7 is electronics. Ja. Oké, en als ik... Ja, ik kan dus 4 foto's kan ik in het boek plakken. Klopt, en ik heb na de laatste pagina in de kaft van mijn mapje zit bij mij 4 foto's van links naar rechts, waarbij een rode cirkel om de derde foto staat. Oké, en die foto's, kun je die omschrijven? Nee, dan zie ik geen foto's, ik zie alleen dat kaartje. Dus ik zie, de hint is, de derde is het. Oké, want ik moet dus 4 foto's hierin plakken, maar hoe weet je dan welke foto op welke plek moet? Geen idee. Maar de foto die op de derde plek belandt, is het antwoord. Ja, dat is wat deze hint mij zegt. Hoe weet je welke foto's op welke plek belanden? Geen idee. Staat er nog meer tekst in dan alleen die hints? Er staat tijdsaanduiding op. Dus het is allemaal op 16 december 2020 gebeurd. Alleen, even kijken hoor. 1 is gemeld om 4 uur 47 smiddags. En 2 is gemeld om 4:15 smiddags. Oké. En wat staat er nog meer in? In 2? Überhaupt in jouw boekje wat je hebt. Ik heb police report, daar heb ik datum. Na RO staat er, reporting officer denk ik. En dan details of event, en dat is wat ik steeds voor zit te lezen. Datum, RO, details. En wat staat er bij RO dan? Verschillende namen. Okay, dus één is Mayri Nolan. Oké. Maar, er zijn ook dingen waarbij de informatie niet klopt. Als jij dat zegt. Ja, jij bent stukken met waar een umbrella is of een briefcase. Een man of een vrouw. Oké. Wat we ook kunnen doen. Er waren er 3 die wel klopten. Dat betekent dat er 4 zijn die niet kloppen. Ja. En we hebben 4 dingen die we moeten invullen. Misschien moet ik dan de 4 die niet kloppen inplakken. Maar dan alsnog, wat bepaalt dan de volgorde? Dat weet ik niet. Het enige wat ik kan doen is 4 foto's in het ding plakken. Meer kan ik niet in het boek. Oké. Want, misschien moeten we eerst een andere hint pakken dan. Ja. Ik was al begonnen aan het briefje wat bij mij links onderin ligt. Ja, true or false ligt daar. Ja, ik heb 2, 6, 7. Ja, en ik heb 1, 4, 5, 8. Ja, oké. Ga ik even 3 bekijken. True or false? The prisoners have short hair. Ja.
Dat kunnen we zien, hè? Dan gaan we terug naar de basement. Dan kunnen we naar de prisoners the kijken. Truth unveils answers. Mijn detect. Prisoner heet short hair, dat klopt. En jouw prisoner? Ja. Dus dat is true. Eén is true. Ja. Twee is the retro console has both power and reset buttons. Dat is waar. Drie is the cage has at most 5 bars. Ik heb geen cage. Heb jij een cage? Waar die man in zit. Oh, dat heb ik niet. Mijn man zit vastgebonden. Mijn man heeft 6 bars. Oké, dus dat is vals. Ja. 4. Dat is de letter W is still hanging in place. Dat is waar. Dat klopt. Dan heb ik 5. Ellie's box contains 3 keys with a star-like design. Dat is 1, 2, 3. That's true. Ja. Yeah. True. 6 heb jij. 6 is the rope that is in the box has no knots tied in it. Ik heb geen rope. Oh, ik heb wel een rope. Ik heb een rope. Daar zitten 2 knopen in. Oké, dat is dus vals. En 7 is... There is some writing present on the back of the police report file. The back. Huh? Die heb jij. Ja, ik... On the back. Ja, aan de binnenkant van de kaft. Maar ik kan niet op de back kijken. Dan zal het vals zijn. Okay. En ik heb nog 8... Oké. Okay. Er staat, there are 7 hints available for this puzzle. Ja, dat weet ik niet. Dat weet ik ook niet. Ja, wat hebben we daaraan? Nou, wat ik verder ook zie is, als ik uitzoom zeg maar op dat true of false briefje, dan zie ik dat er gekrast is op 2 en 6 en niet op 3 en 7. Oké, okay, ik zie dat er bij mij is er gekrast een beetje half door de 1 heen en er is een krabbeltje tussen de 5 en de 8. Dus ik weet niet of dat iets betekent. Oké. Okay. Op het blaadje zelf staat niks. Nou ja, kijk, als je naar de oplossing van de puzzel gaat, is die daar denk ik niet voor nodig. Nee, ik heb ook een rekensom, dat is denk ik makkelijk. Het is een plaatje waar 3 soorten sleutels in staan en jij hebt een ding met sleutels. Ja, zullen we dat eens even doen voor de uplifting spirits? Ik heb sleutel 1 is een vierpuntige ster. Een vierpuntige ster. Ze hebben 2 punten omhoog, 2 punten opzij. Ja, daar heb ik er 3 van, zoals we net geleerd hebben. En die zijn alle 3 een andere kleur? Nee, ik moet getallen hebben. Oké, 5, 8 of 2? Een sleutel met een vierpuntige ster, daar heb je er 3 ja, van. Hoe lang zijn de tandjes van de sleutel? Zijn die allebei even lang? Nee, die zijn allebei even lang, ja. Oké, dat is 8. 8, oké. Dan staat er 8 plus een vierkante sleutel. Ja. Met een kort tandje boven en een lang tandje onder. Dat is 2. En dan staat of, er... Oh, dat is 2... Een lang tandje onder. Ja, dat is 2. Ja, okay. Ja. Dan staat er min. En dan is het een ronde sleutel. Ja. Met een lang tandje boven en een kort tandje onder. Dat is 5. Dus dan hebben we 8 plus 2 is 6. Min 5 is 3. En all numbers was plus 1. 8 plus 2 is 6. Min 5 is 3, wat? Sorry, 8 plus. Ja, ik deed min. 10 min 5 is 5. Ja, oké. Okay. Oké, okay, dus... Maar alles is plus 1, dus het antwoord is 6. Ja, dus dan hebben we bij het sleutelraadsel... zou het antwoord dan 6 zijn. Ja. En dan heb ik nog hier een morsecode. Oh nee, true of false apparaat heb ik hier. Naast dat blaadje, rechts ernaast... ligt een leugendetector of zo. Ja. Oh ja. Oh, 1, 4, 5, 8 heb ik. Ja. Oké, okay, dus ik 1 zeg, was true. Ja, 2 was true, heb ik genoteerd. 3 was vals. 6 was vals. 7 was vals. 8 was weet ik niet. Oh, dan moeten we... Ja, 8 weten we niet. Ja, verander die eens. Puntje krijgt er dan achter. Ja, maar ik zie nu geen getal.
3. Ik nu ook niet. Ik zie nu iets wat niks is. 2 was true, 3 was vals. 6 was vals en 7 was ook vals. Ja, als je doe dat nog eens, wat je net deed, dan zaten bij mij 2. Ja, bij mij ook, maar dan hebben we bij 7 true, dat is die bult die in het boek zit. Nee. Dat was vraag 7, toch? 7 hadden we vals van gemaakt en 8 wisten we niet dat het ging over de hints. En als ik 8 op true zet, dan staat er 2 met een puntje. Ja, ja, ja. En als ik 8 op vals zet, staat er gewoon 2. Dat weet ik. Zou het gewoon 2 kunnen zijn? Dat... Plus 1 is 3? Zou kunnen, maar dan, ik wil weten waarom het dan 2 is. Dan is het, klopt vraag 7 niet. Wat was 7? 7 was of er geschreven staat in de op de achterkant van het boek. There is some writing present on the back of the police reports file. Kijk, en... Er is een police reports file, dat is zo'n file map. Ja. Daar zitten blaadjes in, daar staan die verhaaltjes op. En aan de binnenkant van de laatste. Van de aan de binnenkant staat geschreven. Ik kan niet verder klikken dan dat. Oké, maar goed. Als dat de achterkant is, dan zou dat 2 kunnen zijn. Dat is dan bij de digitale 8. Ja, maar dan is het dus plus 1, dus dan is het 3. Ja, dan moeten we alleen die foto's nog oplossen. Ja. Ja. Waarbij ik niks anders kan doen. Er is nog wat cruciale informatie. Boven de scribbeltjes in de binnenkant, waar er staat, er zijn 4 foto's, de derde is het. Ja. Daarboven staat match or no match. Of, dus dat zou het suggereren? Nee, dat, ja. Ik weet het niet. Wat zou dat suggereren? Ik dacht van dat je dan bij de derde nog moet uitzoeken of het wel of geen match is. Maar als je daar het antwoord op weet, dan weet je nog niks. Dus dat is een domme redenatie. Ja, maar je zegt match or no match. Maar wij hebben die foto's waarvan er 3 wel een match zijn en 4 niet. Ja, maar wel... Ja, oké. Ja. Maar van die 4 moeten we dan bepalen welke de derde is. Dat Hoe bepalen we dat dan? Chronologische volgorde. Er staan tijden bij, zeg jij. Oké. Okay. Er staan tijden bij. Ja. Dus we gaan nu bepalen welke 4 er niet kloppen. Ja. En dan gaan we die op basis van tijd in het dingetje plakken. En de derde is het. Oké. Okay. Ja. Welke klopt niet? Ja, begin is bij 1 weer. 1 was running up a flight of stairs. Had ja, die klopt niet. Want die heeft bij mij een umbrella. Oké. Okay. Dus 1 klopt niet. En 1 is 4, 47. Schrijf ik alvast op. Ja. En die plak ik nu op de linker bladzijde linksboven. Ja, moet je doen. Ik schrijf gewoon de tijd even bij, dan kan ik het straks denk ik in één keer zien. Oké. 2 is female suspect entering a church, coat, umbrella. Die klopt ook niet, want ik zie daar, ik zie ook niet of het een church is, maar ik zie iemand een grote deur inlopen met een briefcase. Ja, dat is, die is eerder dan 1. Oké. Qua tijd. Oké. 3 is male suspect walking quickly on the street, coat, hat, umbrella. Ja, ik denk dat die klopt, maar ik kan niet per se zien of die quickly loopt aan deze foto. Oké. Okay. Maar goed, ik denk dat dat een kloppende is. Oké. Okay. 4 is male suspect standing by a trash can, umbrella, wearing hat, smoking a cigarette. Nee, die klopt niet. Die is tussen 2 en 1. Dus 2 is eerst, dan is 4. En dan is 1. Qua tijd. Oh, tussen 2 en 1. Dit was 1. 2 heeft als eerste plaats. Ja, precies. Die volgorde wil ik weten. Dan 4 en dan 1. Dus de eerste is nu, loopt in een deur. Ja, dan moet ik weer gaan lezen, hè? Dan moet ik terug... Ja, oké. Okay, maar ja, je hebt houdt een andere eerst volgorde. Eerst is de churchvrouw. Ja. Dan de rookvrouw en dan de stersman. Ja, ik moet elke keer bladeren om weer te lezen wat ja, dat ja, was. Dan de, ja, 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 ja. 5, 4, 42. Is male suspect running away from a police officer, coat, hat, carrying a briefcase. Ja, die klopt wel. Die klopt wel. 6. 6 is sitting on a bench in a park, coat, hat, smoking a cigarette. Ja, die klopt wel. 4, 14, die klopt ook. Dus dan moet het 7 zijn. Ja,
7 is Exiting Electronic Shop. Dat is het eerste. Dat is de eerste. Oké, okay, dus dan is die... 7, 2, 4, 1. Dus dan is het 7, 2, 4. Dus dan is het 4, dan is het 5. Is het antwoord dan. Oké. Okay. Dus de totaal antwoord zou dan zijn 5, 3, 9, 6. Ja. Dan ga ik dat proberen. Ik ook. 5, 3... Oh, het is fout. Oh, ik was nog niet in zover. Vijf, drie, negen, zes is fout? Ja. Ja. Zes is fout. Deze man die zei inderdaad O en all numbers plus one. Ja. Ja. Bij die foto's klopt er iets niet, denk ik. 2, 3. Ik ben even heel alles in de volgorde aan het opschrijven. 7, 2, 3, 4, 6, 5, 1. Als ik het hele gebeuren aan meldingen in tijdvolgorde opschrijf, krijg ik 7, 2, 3, 4, 6, 5, 1. Dus dat is zeg maar de volgorde van de tijd. Ja. Yeah. En daar moet jij 4 foto's uithalen. De vraag is welke 4? Ja, maar er zijn er 4 die niet kloppen. Je zei match or no match stond er ook. Ja, maar waar... Hoe... Ja. Okay. Ik kan het ook niet zien natuurlijk, maar hoe bepaal jij dat er 4 niet kloppen? En 3 wel? Ja, op jouw omschrijvingen. Er zijn 4 foto's die niet kloppen met jouw omschrijving. En de kan andere 3 wel. Alle... foto's in chronologische volgorde nog een keer helemaal oplezen met alles wat er staat. Dat heb je al 3 keer gedaan. Deze ja. 4 foto's die ik nu heb, zijn de foto's die niet kloppen. Wat was de stersman? Dat was 1. 1. Wat is de grote deur churchman, vrouw? Church is 2. Dan hebben we de rookvrouw bij de container. Rookvrouw bij de containers 4. En de elektronicsman is 7. Ja. Als ik het in die volgorde zet, staat er rookvrouw bij de container. Staat daar 4. Oh, maar dat hadden we ook gedaan. Ja. 4 wordt 5. Nee. Nee? Want dan klopt die chronologische volgorde niet. Jawel, ja, 4 zit in het midden van de chronologische volgorde. 7, 2, 3, 4, 6, 5, 1. Ja, en 1 is de trap. 2 is de deur. 4 is de rookvrouw. 7 klopt ook niet. Ja, dan is 4 inderdaad het derde plaatje. Op welke er staat zelfs inderdaad de hint bij van een klokje met een pijl naar rechts. Dus dat moet op chronologische volgorde zijn. Nou ja, als je het plakt met de foto's die wel kloppen. Ja. Dan is nummer 5 het derde plaatje dat wel klopt. Ja, dus dan zou het nog 6 kunnen zijn, zeg je. Ja. En dat wordt dan plus 1. 7. Als we het eerste getal in 7 veranderen. Oh, dat is goed. Ja? Ja. Lekker hoor. Lekker hoor. Hey, what's your name? Christopher. Ik praat nu met mijn gevangenen. Mm-hmm.
Christopher. Maar had jij ook met jou gevangen? Nee, ik zie jou. I'm here to catch the person that did this to you. Ja. Do you remember how you got here? Is there anything in your cell that might help us? I'm afraid not, detective. I found only this marker here. A marker? That's no use. Just let me know if you remember anything. That's no use, denk ik wel. Hmm. Ik kan een pijltje naar rechts doen. Ik ook.